We hebben ongeveer 800 MKB'ers geïdentificeerd. Dat die een ontwikkeling door willen maken, maar dat ze het gewoon ook niet helemaal gefinancierd krijgen uit eigen middelen of via de bank. En het is heel goed om die partijen daarin te ondersteunen, zodat ze ook tot een succesvol ontwikkeling kunnen gaan. Dat zijn bedrijven die zitten in de maakindustrie, die zijn dus met techniek bezig. En die hebben plannen liggen waarvan u denkt, er zouden wat meer van die plannen zeg maar tot praktijk gebracht moeten worden, ja, tot productie. Ja, ik denk dat als je Limburg kijkt, dan hebben wij natuurlijk, als je ziet wat er elke week omvalt, dat zit ook vaak in de overheidsdiensten. Heel veel wordt gecentraliseerd en opgeschaald. En ik denk dat gewoon het MKB, maar ook met name de maakindustrie, die dan gewoon echt toegevoegde waarde creëren. Ja, de echte economie in feite. Ja, dat moet je niet veronachtzamen. Dus je kunt niet alleen bezig zijn op het allerhoogste niveau met universiteiten en chemiereuzen. Je moet natuurlijk ook dat MKB een kans geven. En we zijn 800 bedrijven, die zijn heel kansrijk. Ja. Hoe moet ik dat zien in de praktijk? Bijvoorbeeld, ik ben Moza in Maastricht. Ik weet niet of Moza inmiddels een MKB'er is, want ik geloof 250 arbeidsplaatsen is de grens. Je ziet dat het grote bedrijfsleven en ook de koplopers, nou die kunnen wel goed voor zichzelf zorgen. Maar het zijn vaak de kleinere bedrijven, ja, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werken. En die hebben eigenlijk niet de faciliteiten, maar ook niet het kapitaal om te zeggen van god, ik kan mijn productie bijvoorbeeld nou, in een internationale context beter wegzetten. Ik moet dat onderzoeken. Het hele proces, zeg maar het hele ontwikkelproces, ja, dat kost vaak tijd, dat kost geld. Het allerbelangrijkste is dat je als bedrijf ook gewoon dat je deugdelijk bent. Hè? Je gaat niet iedereen helpen. Nou, dat zou je kunnen ondersteunen. Dat zouden we ook natuurlijk met de werkgevers samen kunnen organiseren. En dat betekent ook dat je zeg maar van klein en groot kunt werken. Ja, maar gaat u ze dan ingenieurs leveren of marketeers? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, het is meer de vraag. Het is vaak de vraag van inderdaad, pak het voorbeeld kenniswerkers. Veel kenniswerkers die willen niet naar onze mooie provincie komen, omdat bijvoorbeeld hun partner, of het nou man of vrouw is, dat boeit verder niet, ja, die geen plek heeft of geen fatsoenlijke woning. Dus we proberen wel een sfeer te regelen en te organiseren dat wel mogelijk is. Het allerbelangrijkste is vaak nou met name de productinnovatie of de innovatie van een bedrijfsproces. Ja, dat kost ook gewoon geld. En dan heb je het vaak toch over onderzoekskosten of gewoon iets in de markt zetten. Nou ja, daar kun je ook in ondersteunen. Wat voor geld denkt u aan om daarvoor uit te gaan trekken? Nou ja, de staat hebben daar opgeroepen. Ik denk dat het, wil je dat serieus nemen, een gedeelte zal cash money zijn, hè? Dan ben je gewoon kwijt, moet je gewoon subsidiëren. Dat zijn aanloopkosten. En een gedeelte zullen investeringskosten zijn, financieringskosten, waar we samen met de LIOF gaan doen. Maar ik denk dat je een bedrag van meer dan 10 miljoen moet je wel aan denken. Maar nogmaals, dat moeten we nog allemaal goed uitwerken. Ja, voor de kleinere bedrijven in de maakindustrie, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar ligt wel de focus op. We hebben natuurlijk meer, bijvoorbeeld we hebben het innovatiefonds, meerdere fondsen. En het is echt niet zo dat de provincie het totale bedrijfsleven kan helpen. Dat zou ook belachelijk zijn. Maar we denken dat een sector is die heel kansrijk is en ook goed voor Limburg. Dank u wel.